Dames en heren, hartelijk bedankt voor deze uitnodiging. En goed dat Ruiten Troef dit debat organiseert. En leuk dat jullie er allemaal zijn. Op 12 september kunnen we kiezen voor een sterker en socialer Nederland. En daar sta ik voor. Ik ben de politiek ingegaan vanuit mijn idealen om kansen te scheppen zodat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Het is ontzettend hard nodig dat u op Diederik Samson, ik zeg het stiekem toch, gaat stemmen. Dan wel op een lokale kandidaat van de Partij van de Arbeid. Omdat op dit moment moeten we de crisis echt eerlijk gaan verdelen. Dat betekent dat je er niet voor moet zorgen dat je afgestraft wordt als je ziek bent. Dat de woningmarkt totaal op slot gaat. Maar we moeten ervoor kiezen dat iedereen mee kan doen. Dat we investeren in het onderwijs. Dat de zorg betaalbaar blijft voor iedereen. Dat gepensioneerden niet de sigaar zijn. Dat de uitkeringen netjes op peil blijven. Maar dat mensen wel gestimuleerd worden om te gaan werken. Want werken is goed voor iedereen. Dat is goed voor mensen zelf. Daar krijgen ze trots van en zelfvertrouwen. En het is goed voor de samenleving als geheel. En als lokaal wethouder heb ik gezien wat de snoeiharde bezuinigingen van het kabinet Rutte, met ook het CDA en de VVD en de PVV afgelopen jaren hebben betekend. De kloof is alleen maar groter geworden en mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt of mensen met een beperking of kinderen die te maken hebben met de jeugdzorg of passend onderwijs, die zijn snoeihard gepakt door het kabinet Rutte. Dat kan anders, dat kan sterker en socialer. Als je op de Partij van de Arbeid stemt, dan zorg je ervoor dat we de rekening eerlijk verdelen en dat iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Dank u wel.